Hi, allemaal. Ik ben Jelena en ik ben er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik jullie iedere keer vertel, kan je met je Q-Time zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet een Reoccurring Guest hebben? En die heeft haar eigen consultancybedrijf. Dat gaat gebeuren vandaag, want vandaag zit ik weer met Selena Darshan. En zij is de owner en oprichter van Quartsy Consultancy. What means is a Q -time. Hi, Selena. Hi, how are you? I'm feeling quite good actually. You look fabulous. Thank you. Pink is the power father. <coughs> right <laughs> back at you. <laughs> Thank you. Ik heb mijn best gedaan, maar dit, dit is hem. <laughs> Dank je wel. Yes. De owner en oprichter van Quartsy Consultancy. En ik zeg je zit er weer, want je was in een virtueel gesprek met uh, Q-Time. En het is al bijna vier jaar geleden, drie twee jaar. Twee geleden. jaar geleden. Twee jaar? Ja, yeah, dat is maar twee, zijn... jaar. Heel veel gebeurt natuurlijk. Ja. Yeah. En ik denk dat de mensen die misschien het hebben gemist, wel een refresher moeten hebben van... Wie Silena is? Ja, tuurlijk. <laughs> Wat ze doet. Ja? Ja. Oké, let's go for uh, it. Yeah. Um, mijn naam is Silena Darshan. Mm -hmm. Ik ben 29 jaar. Mm -hmm. En ik heb Quartzy Consultancy opgericht. Op 21 april 2021. Mm -hmm. Dus ik denk een paar maanden na mijn opening werd mm -hmm. ik dus uitgenodigd door jullie. Mm -hmm. COVID-times. Dus mm -hmm. het was een virtueel gesprek. Dus uh, thank you dat ik weer hier mag zijn. is very refreshing. Mm -hmm. um, ja, dus Kwartsie Consultancy. We, doen, we hebben vier dienstverleningen: mm -hmm. project management, event planning, team building en soft skill training. Mm -hmm. En ik moet zeggen dat ik basically van organiseren hou. Ik heb liefde voor running things. Mm -hmm. Dus als het nou een project is, een evenement of een teambuilding, ik krijg er gewoon liefde van. Ja, mm -hmm. yeah. that's it. Altijd praten mensen hier en ik heb gewoon het gevoel dat er nog iets zal volgen. You just stop right there, you're getting me all riled I'm up. sorry. I thought there was more. Maar het is already a lot, van die vier die jullie aanbieden. En wat Well, interesting to say the soft skills because people yeah. really tend to miss those uh, skills and focus just on the hard skills and the technicalities. True. And why did you pick to uh, train people on the soft skills? Um, first of all, niet alles wordt geadresseerd op school, mm -hmm. right? Um, wanneer je naar school gaat, krijg je sowieso rekenen, geschiedenis, adreskunde, et cetera. Als je iets verkeerd doet, zegt men je wel van, hé, hey, nee, je moet je niet zo gedragen, zo. Maar er zijn bepaalde skills, denk maar aan leadership, emotional intelligence, et cetera. There is een theorie behind it, en vaak staan we er niet bij stil. Van jongs af aan. Mm -hmm. En ik heb echt zoiets waar ik hou van kennisoverdracht. Ik heb mijn pedagoog hoog ook behaald op UOL. Dus ik ben bevoegd om les te geven. Look at you, girl. Yes. yes, yes, yes. I was like, Let me make it official. You know? Let's make it official. En um, kennisoverdracht vind ik gewoon fijn. En als het iets is dat iemand dus kan toepassen, het zij persoonlijk of het zij in werkgerelateerde um, werk sfeer, dan wil hij altijd be there to do that. Denk maar aan communicatie vooral. Weet je, klantvrienden, Mm -hmm. het zijn dingen waarmee waar je niet vanzelf geboren wordt, weet je niet. Wow. Iedereen heeft niet yeah. van naturally like I'm a great communicator. Mm -hmm. Nou, dan zijn er een paar regels, tips en tricks mm -hmm. die we je kunnen geven, zodat je dat verder kan ontwikkelen. Well, thank God for Quartzie. Hey. <laughs> <laughs> Oké, okay, drie jaar in de business. Yeah. How has it been? Een rollercoaster. Dat <laughs> <laughs> is het eerste <laughs> dat in me opkomt. Echt een rollercoaster. Sowieso um, starten in COVID, tijdens COVID-times. Iedereen dacht dat ik gek was, maar ik had echt zoiets van... Let's just go for it, why not? En mm -hmm. this point had ik zoiets van... Well, I have nothing to lose, mm -hmm. om het zo te zeggen. Dus laten we het proberen. En ik heb er geen spijt van. Mm -hmm. En moet, ik moet je zeggen, het doet me zo goed... wanneer ik dus op networking events kom... en fellow ondernemers zie van mijn generatie. Mm -hmm. Yo... They're doing their thing, mm -hmm. fun, cup salons, stuff, you know, nails, and everything. everything, and it gives me so much life to, um, to meet like-minded people. Mm -hmm. um, and then coming back to the growth, we're saying has started. In onze. Uh, eigenlijk in mijn slaapkamer. Mm -hmm. En toen op 11 oktober heb ik dus mijn eerste kantoor opgericht. Dat is dus om. Ik bedoel, in gebruik genomen. Zafierstra. Mm -hmm. Dus hebben we daar gebouwd. Dus het is sowieso leuk dat we al nu ons eigen stekje hebben. Waar mm -hmm. we onze klanten kunnen verwelkomen. Mm -hmm. uh, maar ook gewoon de vele projecten die we hebben gedaan. Uh, overheidsgerelateerd. Uh, weet je, ik heb Mineral Resources Management gestudeerd. Dus um, de projecten die we doen zijn veelal. Gerelateerd aan mineral resources mm -hmm. management. Hence de quartzie. Oh, hence de quartzie. In kwarts wordt er goud gevonden. Hey. En... Yeah. Bij Quartzi houden we altijd voor Goot. You know? Oké, okay, jullie hebben het gehoord hè? Ja, Quartzi ja, 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 ja. houden we altijd uh. voor Goot. Um, en C is van Silena, dus mm -hmm. vandaar de Quartzi. Ik kreeg die naam vaak van, hey, jullie doen zoveel, maar wat betekent Quartzi eigenlijk? Mm -hmm. Because I'm a mainboard type yeah. of kind of girl. Yeah. Um, dus daar is het gestart. Mm -hmm. En gaandeweg zie je van, hey, het zijn diezelfde projectmanagement skills die je gebruikt, ongeacht de sector. En mm -hmm. dat is wat we dus nu doen. Well, yeah. look at you blooming still. And <laughs> now we are three years further. The diensten are now developed, it yeah. still nee. Vietnam, so it's not still standing to stay. I see your name more often alongside my timeline. I see you all on the fence there, so long as it's not formal Is or informal. Because mm -hmm. you live life also. I do, I do. And um, now we are here in 2024. What's next for Quartzie? What's next? Um, we zijn nu Quartier Consultancy en het grootste droom is om het te ontwikkelen tot Quartier Group of Companies. Omdat ik heb gemerkt dat de dienstverleningen die we dus nu hebben, mm -hmm. in principe potentie hebben om te gaan fungeren als een eigen business unit. Right? So that's the big dream. Mm -hmm. Dat we van ons kantoortje gaan naar een groot kantoor. Mm -hmm. You know. Waar ik ook gewoon mijn eigen ruimte heb om trainingen te bieden, aan te bieden. We doen ook events. Dus hoe mooi zou het niet zijn als ik mijn eigen ruimte heb, kan ik hier ook nog een Aanbieden, weet je wanneer mensen gaan trouwen. Zie je het al? Ja, nee, ik nee, zie het, nee. ik voel het. Nee. <laughs> so that's the biggest dream. En um, daaraan werken we om gewoon onze dienstverleningen uiteindelijk zo winstgevend te maken dat het kan fungeren als. Een eigen business unit. Girl. That's the goal. Nee, dat ben je, nee, jij bent nog voorlopig even bezig. Ja, maar ja, ik kan ja. wel zeggen dat het gaat gebeuren. Het gaat. Het gaat <laughs> gebeuren. Het gaat sowieso gebeuren. Ik, uh, ik doe echt mijn best en ik heb ook een geweldig team, moet ik zeggen, want ik doe het niet alleen. Mm -hmm. Ik heb een geweldig team. We have an amazing assistant, Jenny. Shout out to Jenny. Shout out to Jenny. Shout <laughs> out to Jenny. Um, but just amazing. En dan ook gewoon family support is important mm -hmm. as well. Mm -hmm. Weet je, ik, Eigenlijk, anything dat ik wil ondernemen, Als zou ik aan mijn moeder zeggen van, maar ik wil naar de maan had ze zeggen, even, laat me kijken als ik Calculator, die al, aarde, hoe het door aankomt, you know? Of, of ze gaat iets snuren van Isel En ik heb dit gezien, <laughs> zo kan je naar de maan gaan. So, um, it's important to have that family support as well. Mm -hmm. Want je kan heel veel plannen en dromen hebben, but if you don't have that support, gaat het, het, het gaat lukken, mm -hmm. maar dan misschien iets slower. Mm -hmm. So I'm definitely thankful for all the blessings that I've been mm having, -hmm. and I don't take it for granted. Oh. Definitely not. Oh, amazing. Ja. Yeah. Nou, als iemand nu thuis zit, want je hebt grote dromen die werkelijkheid moeten worden. Iemand mm -hmm. kijkt thuis en denkt van, hey, ik, ik, uh, ik ga kwartier. Kwartier heb ik nodig. Mm -hmm. en want zij gaan me helpen. En wanneer zij me helpen, help ik hun ook. Yeah. Hoe kunnen ze je bereiken? Waar kunnen ze je vinden? Wat is het? Oké, okay, so we zijn op alle socials. Mm -hmm. um, ons nummer is 863-032. We hebben dus e-mailadressen: info.kwartsie.sr. En het belangrijkste waar je alle informatie vindt, is onze very user-friendly website: hey. www.kwartsie.sr. En daar kan je dus informatie vinden over alle diensten die we dus aanbieden. En um, onze missie is dus in principe de groei en succes van onze klanten te bevorderen. Mm -hmm. Dat staat er letterlijk daar. Dus anything dat we doen, het zijn een project, teambuilding, event planning. Uiteindelijk is het omdat wij willen dat de klant succesvol is. Mm -hmm. You know this? I mean. <laughs> uh, of, <laughs> En, en we, we are, it there. It you are there <laughs> to assist you. Ja, dus dat is het. En speaking of um, als klanten willen groeien, et cetera. Ik geloof in, there's no growth in your comfort zone. Mm -hmm. Right? En daarom heb ik ook... De comfort zone is a danger zone. Hé, het is echt dangerous. Het is echt dangerous. En mm -hmm. daarom probeer ik elk jaar tenminste iets... ...out of my comfort zone te doen. Want dat dwingt die groei, right? En ja, zo kom ik dan op vision boards. Dat, is ook, dat zijn ook een van die sessies die we doen... ...waarbij klanten in de gelegenheid gesteld worden... ...om een vision board te maken. Maar dan niet gewoon een vision board... ...maar ook gewoon smart. Wat wil je realiseren? Wanneer wil je het bereiken? En dan moet je het visueel maken. Wanneer je even low bent on energy... Go to the board. Go to the board. Zet het ergens naast je bed of zo. Mm -hmm. Wanneer je even wil opstaan, dan sta je daar denk je van, oké. Okay. We nah Het is omdat um, ik dit wil bereiken, daarom doe ik dat. Gewoon, a constant reminder, you know? Mm -hmm. So, vision um, boards. En op je vision board hoef je niet alleen maar materialistische dingen te plaatsen. Stel so dat je beter wil in time management, mm -hmm. put it there. If you just want to go run five miles a day, put it on there. Mm -hmm. Just make your goals visible. Because a goal without a plan is just a dream. Yeah. Dus uiteindelijk moeten we onze dromen en doelen gewoon smart maken. Yes. En daarvoor zijn jullie daar. Daarvoor zijn we daar. Nou, beter kan je het niet zeggen. Great. Ik vond dit een very high energy conversation. Oh, <laughs> en ik ben you. blij dat je bent gekomen om te vertellen wat jullie doen yeah. en wat er nog gaat komen, want het wordt spannend voor Kartse. Ja, yeah, yeah. we mm -hmm. hebben gemerkt, bijvoorbeeld Microsoft Excel, dat mm -hmm. is een, een training die we nu vaker um, verzorgen. Eerst deden we het gewoon, mm -hmm. uh, you know, just for anyone. En mm -hmm. later zagen we van, hé, hey, small, small business owners mm -hmm. hebben er ook echt iets aan. Want hoe vaak wordt er niet geschreven? Weet je, um, je hebt kleren verkocht je schrijft in de schrift. Mm -hmm. en is inefficiënt, so now we introduce um, Microsoft Excel voor small business owners, waarbij ze leren hoe je financiële administratie te doen, you know, voorraadbeheer, et cetera, dus mm -hmm. we proberen gewoon in te spelen op de, op, bepaalde, op de needs en bepaalde doelgroepen waarbij we zeggen van oké, okay, hoe kan jij je, je bedrijf succesvoller maken, wat doe je niet, and then we're just there. Mm -hmm. So that's it, yeah. Yeah. punt. Yeah. <laughs> Girl, do it. Ik vind het geweldig. Ik Thank vind het well. geweldig. Um, ga je nog een keer bedanken voor het komen? Dank je. Het is de laatste keer. En wie weet, ik je straks nog een keer, want jullie zijn bezig en er gaan nog meer dingen gebeuren. Ja. Yeah. Dus so, uh, ik verwacht je daar wel terug. Yes. een <laughs> Thank you. in de Dank je. Thanks for having me. I appreciate Honor. it. Honor. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Selena Darsson bij ons in de studio. Zij is de owner en oprichter van Kwartsie Consultancy. Ze verlenen verschillende diensten. Ze zijn hier om jullie gewoon beter te maken. En uh, als jij interesse hebt, nou, ga gewoon naar de Facebook-pagina. Ze hebben een user-friendly website. Je kan ook gewoon bellen, want het nummer komt gewoon nu in beeld. Selena staat je te heeft... alice adrian of mad so um, support this young black woman chasing her dreams she will probably reach the moon and i'm here to see it and remember your time plus my time is q time This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.